Het was de laatste week van december. Ik dacht, ja, nu moet je wel die video opnemen. Want 1 januari moet je hem posten. En iedereen moet gemotiveerd en geïnspireerd het nieuwe jaar ingaan. Maar ik kon niet. Ik dacht na en ik dacht na. En hoe dieper ik nadacht, op hoe minder ik kan komen. Ik was zo teleurgesteld. Ik dacht, kom op man. Dit betekent zoveel voor je. Hoe kan je het zo aan een kant laten liggen? Je moet die video posten op 1 januari. Het was 1 januari. Ik had nog steeds geen video. Ik zag zoveel nieuwjaarsboodschappen, nieuwjaarswensen, nieuwjaarsmotivaties. En ik dacht, kind, je stelt niets voor. Want het moet perfect zijn. Vaak genoeg als je om iets geeft, moet het perfect zijn. Er mag niets mis mee zijn. Want je wil dat het slaagt. Je doet het vanuit je hart. Dus je wil dat het wordt geaccepteerd. Je wil dat het wordt gewaardeerd. En precies daar komt die onzekerheid. En daar wil ik het gewoon over hebben vandaag. Onzekerheid. Ik heb mijn zekerheid ontnomen. Dat heb ik zelf gedaan in dit geval. Ik heb de twijfels in mijn hoofd gezet. Ik heb mezelf gezegd dat het niet goed genoeg zou zijn. Ideetjes die in mijn hoofd kwamen heb ik van de tafel geveegd. Omdat het volgens mezelf niet zo goed was als de andere video die ik had gezien. Ik heb mijn zekerheid ontnomen. En dat gebeurt al te vaak in ons leven. Onze zekerheid wordt ons ontnomen. Hoe vaak zit je niet voor een moeilijke opdracht en popt er opeens in je hoofd? Nee, dit is veel te moeilijk voor mij. Of deze som ga ik nooit oplossen. Deze relatie zal ik nooit redden. Ik ben te dom hiervoor. Ik ben te dik hiervoor. Ik ben te dit, ik ben te dat. Behalve, alles behalve te goed hiervoor. Alles wat ons is ingeprent toen we jonger waren. Alles wat ons is ingeprent in onze tienerjaren. Op school, op straat of thuis. Het komt terug. Als je het geen goede plek geeft. Als je jouw zekerheid niet terugneemt. Komt het terug. En daar is 2015 voor. 2015 wordt het jaar van zekerheid. Neem jouw zekerheid terug. Van zij die het jou hebben ontnomen. Het is van jou. Het zit in jou. Verzamel de moed, verzamel de kracht en neem jouw zekerheid terug. Alle woorden die tegen jou zijn gebruikt in negatieve zin. Alle beschuldigingen die tegen jou zijn gebruikt. Neem het terug. Jouw zekerheid is van jou. Laat niemand jou ontnemen. Word er alleen maar sterker van. Word er alleen maar beter door. En geloof in 2015 in jezelf en in je hart. Now go on and have a confident new year. Van Moonstone Coaching and Counseling. Mijn hart, mijn oor en mijn deur staan altijd open voor jou. Psawa Sweet Jari. Lobby.